Goedemiddag opnieuw. Welkom bij Allard Pierson voor deze lunchlezing. Er ging iets fout met het geluid, maar dat is hopelijk opgelost bij deze. Dus we starten opnieuw. Mijn naam is Bram van Nieuwenhuis. Ik ben bijzonder hoogleraar historische cartografie aan de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA, maar ook verbonden aan de onderzoeksgroep Explocart hier bij Allard Pierson. En ik ben Anne-Rieke van Schaik. Ik ben net begonnen als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Ik cover een historisch cartografisch onderwerp en ik ben net met Bram verbonden aan onderzoeksgroep Explocart. Wat wij vanmiddag gaan doen is iets vertellen over de rijke kaartencollectie die hier in Allard Pierson wordt beheerd. En we gaan dat doen aan de hand van iets waar we nu heel actief mee bezig zijn, namelijk het samenstellen van een handboek. Het handboek getiteld Oude Kaarten Lezen. En zoals de titel het zelf zegt, is dat een boek, een praktisch boek eigenlijk, dat mensen bijstaat of tips geeft, aanwijzingen geeft over de manieren waarop je iets met een oude kaart kan doen. Hoe je die oude kaart kan bestuderen, hoe je die kan gebruiken bij een tentoonstelling, hoe studenten ermee aan de slag kunnen gaan voor hun onderzoek. Noem maar op. Ook hoe kaartenverzamelaars, kaartenliefhebbers met oude kaarten kunnen omgaan. Dus wat zijn de aspecten die bij oude kaarten belangrijk zijn, waar je op kan letten? Wat zijn de benaderingen uit het onderzoek die je daarop kan loslaten? En wat zijn allerlei mogelijke toepassingen die je met die oude kaarten in tentoonstellingen, in het onderwijs, noem maar op, kan gaan doen? Als alles goed gaat, gaat dat boek volgend jaar verschijnen bij uitgeverij W Books in een nieuwe reeks. Een reeks die we hier hebben opgestart, een reeks getiteld Kaarthistorie. En wat wij vanmiddag gaan doen, is enkele heel concrete aspecten uit dat handboek tonen of illustreren aan de hand van drie voorbeelden uit de kaartencollectie hier van Allard Pierson. Nu misschien nog heel even iets over het concept van dat handboek. In dat handboek, je kan het eigenlijk als een soort van weefsel beschouwen, want we trachten verschillende aspecten aan elkaar of door elkaar te verweven. En die aspecten zijn enerzijds een soort benadering of algemeen belangrijk onderdeel van de cartografie, dat is het eerste item. Het tweede item is het kaarttype. We hebben ruim 150 verschillende kaarttypes in het boek en er zijn er eigenlijk nog veel meer. En een derde aspect is de betrokkenen. Doorheen de tijd zijn er heel wat mensen betrokken geweest bij het maken en gebruiken van kaarten. Heel wat instellingen, soorten ambachtslieden, personen, die krijgen ook allemaal hun plaats in dat boek. En die drie aspecten gaan we dus met elkaar verweven aan de hand telkens van één concreet voorbeeld. En die voorbeelden komen uit de kaartcollectie van Allard Pierson, maar ook uit allerlei andere collecties in België en Nederland. We zitten ongeveer aan ruim 150 à 160 verschillende voorbeelden en dus ook aan 150 aspecten, betrokkenen en kaarttypes. Daar hebben we er vandaag drie uitgekozen, drie concrete objecten. En die gaan we dus koppelen aan enerzijds een aspect of een benadering, anderzijds aan een type en anderzijds aan een betrokkenen. Die liggen hier voor ons op tafel, maar jullie krijgen die in principe ook nauwkeurig in beeld. En het eerste wat hier voor ons ligt, is deze kaart. Een kaart van uitgegeven door Maaskamp in Amsterdam, uit het begin van de 19e eeuw. Een kaart van de Noordelijke Nederlanden, met een Nederlandse en een Franse titel. En de benadering die we in het boek hierbij uitleggen, is de benadering dat je dit soort objecten, deze kaart, kan zien als een communicatiemiddel. Sinds de jaren 60 zijn er allerlei modellen en concepten ontwikkeld door de onderzoekers. De officiële naam daarvan zijn de communication models. Die zien eigenlijk kaarten en cartografische informatie als een kennisoverdracht van een kaartenmaker naar een kaartgebruiker. De kaartenmaker vormt zich een beeld van de realiteit, van een landschap, van een territorium. In dit geval is het dus Nederland. Die zet dat op de kaart en dat wordt dan doorgegeven naar alle mensen die kaart onder ogen krijgen en die kaarten gaan gebruiken. En op basis van die kaart gaat die kaartengebruiker dan zich weer een beeld, opnieuw een beeld vormen van dat territorium of dat landschap. En wat die communicatiemodellen zeggen, is eigenlijk dat dat beeld van de kaartenmaker nooit 100% overlapt met het beeld van de kaartgebruiker. Ook al zien ze eigenlijk hetzelfde object voor hun neus. Dus dat is in een notendop hoe je eigenlijk zo'n kaart zou kunnen benaderen vanuit zo'n communication model of communicatiemodel. Ja, dus naast dat dit voorbeeld een communicatiemodel representeert, is hier ook een duidelijk kaarttype wat naar voren komt, namelijk de uitslaande kaart of de opvouwbare, uitvouwbare kaart. Ik zal even hem weer invouwen om te laten zien hoe dat dan in het boek is geïntegreerd. Nou, je ziet hier we hebben hier te maken met een reisgids dus.
van Evert Maaskamp. Evert Maaskamp was een 19e-eeuwse kaartenmaker, uitgever en ook wel kunsthandelaar in Amsterdam was hij gevestigd. En in de 19e eeuw ging men steeds meer zelfstandig op eigen voetje, op eigen houtje reizen maken. En er ontstond een grote behoefte aan reisgidsen voor de te zaakjes gewone burger. En die reisgidsen waren handig als je die kon meenemen. Dus dat ze op zakformaat waren. Dus wat Evert Maaskamp hier ingenieus had gedaan was de kaarten. Die natuurlijk goed van pas komen bij het reizen. Door die opgevouwen in te plakken in het boek. En in zo'n reisgids stond allerlei informatie eigenlijk die we ook nog vandaag de dag in reisgids tegenkomen. Gewoon informatie over de geschiedenis van een plek of stadsbeschrijvingen of zelfs ook informatie over klimaat wat je aan kan treffen. En zoals hier zit er ook een kaartje, zit er ook een beschrijving bij van een route van Maastricht naar Luik. En met een bijbehorend kaartje erbij. En het handige van zo'n uitvouwbare kaart is nu dat je echt de tekst in samenhang met de kaart kan bestuderen. Dus de kaart is uitgevouwen en de tekst, daar kun je dus in blijven bladeren van het boek. Dus dat was echt een goede uitkomst. Bovendien bleef de kaart goed beschermd, doordat het in het boek was opgenomen. En in tegenstelling tot nu kennen we wel de Lonely Planets met, of de andere reisgidsjes met bijvoorbeeld achterin in een soort folietje een losse kaart. Die ik zelf altijd wel kwijtmaak. Maar in dit geval kon je ze niet kwijtraken, want het staat er vast aan het boek. Dus dat is een uitkomst wat goed aansluit bij zo'n reisgids. Gaan we nu door naar het volgende kaartvoorbeeld. Ja, we zien hier een groot blad. Met verschillende kaarten. Kijk, hij moet denk ik. Staat hij op zijn kop of staat hij goed? Wel leesbaar, ja. We hebben hier te maken met een zogeheten plakkaart of puzzelkaart. In het handboek hebben we hier de term het kaarttype didactische kaart aan verbonden. Dat zijn kaarten die gemaakt zijn met intentie om te onderwijzen, om leerlingen of studenten iets bij te brengen over geografie, aardrijkskunde of bijvoorbeeld geschiedenis, kan ook. Bekend voorbeeld zijn ook wel de schoolwandkaarten van een didactische kaart. Maar een heel leuk en tot de verbeelding sprekend voorbeeld uit de collectie van Aller Pierson is deze puzzelkaart, bedacht door leraar Francis Allan, gemaakt zo rond 1875. En wat je hier ziet zijn kaarten van, dit is de provincie Drenthe. En hier heb je een kaart van de overzeese gebieden van Nederland. De Antillen, de kolonie Suriname. En dat was het idee dat de leerlingen zelf met een schaar de door elkaar gehusselde kaart in stukjes gingen uitknippen. En dan vervolgens op het voorbeeldkaartje konden ze, dat was eigenlijk een beetje een soort hulpmiddel om de puzzelstukjes op de goede plek te leggen. We hebben gelukkig ook een mooi exemplaar van een al gepuzzelde kaart, die ook goed is onder verstevigd met karton aan de achterkant. Nou, hier zie je het resultaat dus. Je kan hier onder de puzzelstukjes zie je dus inderdaad die voorbeeldkaart. Nou ja, en op die manier konden dus leerlingen spelenderwijs konden ze iets leren over de topografie van Nederland en in dit geval dus ook de overzeese kolonies. En dat was een manier om zoiets mee te geven. En dit is een kaart uit de collectie van Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, beter bekend als het KNAG. En het KNAG maakte zelf kaarten, maar verzamelde ook vooral heel veel kaarten. En vaak in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse koloniën. En misschien is het de reden waarom ook deze kaart in de collectie is opgenomen. En het KNAG maakt onderdeel uit van het KNAG is dus de betrokkenen die we aan deze kaart hebben gekoppeld.
de persoon of instelling. En KNAG maakt onderdeel, de KNAG-collectie maakt nu onderdeel uit van een collectie van het Allard Pierson van de Universiteit van Amsterdam. En de kaart en atlassen dan in ieder geval. En het is misschien leuk om bij te vermelden dat volgend jaar het KNAG 150 jaar bestaat. En naar aanleiding van die verjaardag wordt hier een mooie tentoonstelling gehouden. En nog, ja, en ik nog iets vertellen over het aspect. Ja, want zoals jullie kunnen zien eigenlijk is dit een heel mooi voorbeeld om te illustreren. Ook een punt dat we in het handboek echt wel willen maken. Wij denken heel vaak dat kaarten tweedimensioneel vlakke plaatjes zijn. Hè? Heel statisch, vlak tweedimensioneel plaatjes, zoals je eigenlijk hier op dat blad ziet. En zeker als we lesgeven op PowerPoint en in boeken, zien kaarten er altijd heel vlak uit. Maar eigenlijk zijn al die kaarten, en zeker de kaarten uit het verleden, de oude kaarten, zijn eigenlijk tastbare objecten. Die hebben drie dimensies. Hè? Die hebben een hoogte, een breedte, maar ook een diepte of een dikte, moet ik zeggen. En dit is natuurlijk een heel goed voorbeeld waarbij je ziet dat de kaart eigenlijk een object is. Een object dat je kan vastpakken, dat je kan verplaatsen. Dat je in bepaalde gevallen ook kan beschadigen of zelfs moet beschadigen. Want hier was het net de bedoeling om de kaart te versnijden en terug op een onderlegger te gaan plakken. Dus die idee dat kaarten objecten zijn, dat is ook zo een manier om naar oude kaarten te kijken die we in het handboek aan bod willen laten komen. Waarom is dat belangrijk om op die manier ook naar kaarten te kijken? Wel, als je bedenkt dat een kaart een object is, dan bedenk je meteen bij van oké, het is een object, dus wat hebben mensen daarvoor dan allemaal mee gedaan of kunnen doen? En dus het vertelt dan ook wel iets over de omgang van mensen met kaarten in het verleden en niet enkel maar, dat het niet enkel maar gaat om het vlakke plaatje, om de afbeelding, dus om de inhoud. Mensen hebben kaarten verzameld in het verleden, mensen hebben kaarten verkocht, mensen hebben kaarten aan de muur gehangen, mensen hebben kaarten tentoongesteld, noem maar op. Hè. Dus die idee van een kaart als een object te beschouwen komt eigenlijk hier perfect op uiting en koppelen in het handboek aan dit object. Die idee zit eigenlijk nog in een ander voorbeeld, het derde voorbeeld dat we bij hebben. Even terug plaats maken. En dat is dit object. Hè. Hier zie je ook meteen aan dat het een object is. Hè. Een kaart is een object. In dit geval zou je denken, oké, het is een boek. Wellicht een atlas of een boek met kaart in. Dat laatste is correct. Het is inderdaad een boek met kaart in. Maar wel op een heel verrassende manier. Eigenlijk hebben we enkel een boekband. En in de boekband zitten allemaal losse kartonnen. Rechthoekige stukken karton. Met daarop een stukje kaart geplakt. In het handboek gebruiken we dit voorbeeld, ook uit onze collectie hier van Allard Pierson, om het te hebben over de manieren waarop je kaarten kan opbergen. Want dat is een van de dingen die je met objecten doet. Hè. Je moet die op een of andere manier bewaren en dus ook opbergen. En dit is wel een heel speciale manier. Namelijk heeft ooit iemand het idee gehad om een wandkaart, Anrieke vertelt zo dadelijk wat dat is, om die wandkaart eigenlijk in 20 mooie rechthoeken te versnijden, op karton te plakken en dan als een soort van boek, samen in een boek, te gaan samenvoegen. Nu, dit is een heel bijzondere manier van het bewaren en opbergen van kaarten. Er zijn natuurlijk veel klassiekere manieren. Iedereen kent wellicht voor zichzelf bijvoorbeeld de stapel opgevouwen kaarten die je ergens thuis in een doos of een la hebt liggen of op je bureau. Maar je hebt natuurlijk ook heel geavanceerde systemen waar je allerlei ladekasten hebt om die kaarten te gaan opbergen. En vaak zie je bij dat opbergsysteem nog een tweede aspect en dat is hier achteraan te vinden. En dat zijn de nummers. Want als je kaarten opbergt, moet je ze natuurlijk ook kunnen terugvinden. Hè? En dit noemen we de signaturen. Een nummer, hoe je eigenlijk kan terugvinden waar een kaartje zich bevindt in je collectie. Of je nu een privépersoon bent of een instelling zoals Allard Pierson bijvoorbeeld. Al die manieren waarop een kaart in het verleden heeft opgeborgen, daar kan je uiteraard ook aandacht aan besteden, onderzoek naar doen. En dat vertelt jou iets over het belang dat mensen hechten aan kaarten, over de omvang van hun collecties, over het doel van die collecties, over hetgeen ze met die collecties deden. Dus aandacht voor die opbergsystemen kan daar allemaal inzichten in verschaffen. Ik geef terug het woord aan Anrieke. Ja, nou, zoals Bram al zei, dit is dus een wandkaart. Ironisch gezien hangt deze kaart niet meer aan de wand. Want dat is wel wat een kaart een wandkaart maakt. Dat het aan de wand hangt of dat het in ieder geval bedoeld is. Bestemd is om aan de muur te hangen. Om bewonderd te worden. Of zoals, kom weer bij die didactische kaart. Of bijvoorbeeld voor het onderwijs iets laten zien aan een schoolklas. Dan hangt het ook aan de wand. En een wandkaart werd dan normaal gesproken omdat het nogal lastig was. Om dat zonder te beschadigen op te hangen, werd het, zoals je dat hier ook duidelijk ziet,
in kaartdelen opgedeeld en dan verstevigd met een of andere oplossing daarvoor, zoals hier verstevigd aan de achterkant of aan een stok gehangen. Wat misschien ook wel leuk is om nog even te laten zien, is dat je hier, je had dus inderdaad hier de signaturen, de nummers, die overigens ook al werden gebruikt als geheugensteun om die kaart te monteren, want nu is het in losse delen, maar nou, stel iemand wil hem weer monteren en ophangen, dan kan er weer een geheel van worden gemaakt. En dus hier aan de achterkant zie je ook wel ter indicatie, of ter oriëntatie zie je de, als je dat kan zien, de plaatsen die op de achterkant of op de voorkant te zien zijn. En dit is een bijzondere wandkaart, een hele oude, gemaakt door Judocus Hondius. En dat is dan ook de familie Hondius is de betrokkenen die we aan deze kaart hebben verbonden. Familie Hondius, met dus Judocus Hondius als eerste grote naam. Die kwam vanuit zuidelijke Nederlanden, kwam hij naar Amsterdam eind 17e eeuw. En was er een van de opzetters van de commerciële cartografie. Veel atlassen, kaarten en dus ook wandkaarten. Zijn opvolgers, of tenminste zijn nakomelingen, zetten het bedrijf voort. Nu is deze kaart bijvoorbeeld uitgegeven postuum door zijn zoon. Goed. Dat waren dus, wat we dus nu een beetje aan de hand van die voorbeelden hebben laten zien, is dat je dus elk kaartvoorbeeld kun je natuurlijk van alles mee doen. En er komt van alles in terug. Hier zie je bijvoorbeeld ook een hele uitgebreide titelcartouche. We hebben er steeds nu drie uitgelicht. En het mooie daarvan is dat dan drie termen die je misschien dan niet zo snel aan elkaar zou verbinden, dat die dan wel worden gerepresenteerd door zo'n kaartvoorbeeld. En zulke voorbeelden gaat u in het handboek nog veel uitgebreider terugzien. Het is de bedoeling dat je echt aan de hand van het handboek, het is niet een boek wat je van kaf tot kat leest, maar het wordt echt een boek wat je open kan slaan en een soort gaandeweg kan uitnodigen om op ontdekkingstocht te gaan, op verkenningstocht in de historische cartografie. En ook een aansporing om zelf kaarten en atlassen, globes of ander cartografisch materiaal te gaan opzoeken, bekijken, bestuderen. Het boek, zoals gezegd, komt dus volgend jaar uit bij W Books. Maar mocht je al vragen hebben of gewoon sowieso in contact met ons willen komen, kun je altijd ons komen opzoeken op de kaartenzaal hier in Aller Pierson. Iemand van ExpoCard een mail sturen. Ik denk dat we dan nu overgaan naar de vragen en de opmerkingen. Dank u wel. Even kijken. Hoe conserveren jullie kaartmateriaal? Wil jij die beantwoorden? Om de vragen te kunnen lezen. Hoe conserveren jullie kaartmateriaal? Well, het antwoord is wat ons betreft heel eenvoudig. Wij zijn geen conservatoren, dus wij conserveren geen kaartmateriaal. Wij gebruiken het voor onderzoek en onderwijs. Maar hier zijn natuurlijk wel Pierson gespecialiseerde mensen in huis die daar heel veel van af weten en die dus met allerlei opbergsystemen, zoals ik er daar net enkele heb genoemd al, de kaarten hier in goede omstandigheden bewaren. Dus dat wil zeggen ideale lucht, vochtigheid, temperatuur, noem maar op. Ook allerlei regels over hoe je met die kaarten aan de slag kan, wat je wel en allemaal niet mag doen. Dus dat is in een notendop een antwoord op die vraag. Oké, volgende. Eind 17e eeuw pas. Hoe zit het dan met blauw? Misschien omdat ik net, kijk, toen ik het over Hondius had, gaat het daarover. Misschien had ik ongeluk eind 17e eeuw gezegd, maar ik bedoelde eind 16e eeuw. Ja. Dat verklaart het. Nee, ik bedoelde eind 16e eeuw en gedurende de 17e eeuw zette de familie Hondius de commerciële kaartproductie voort in Amsterdam. Excuus. Ja, de familie Blauw was net zoals die familie Hondius een echte dynastie van kaartuitgevers, kaartenmakers. Blauw is de grote naam, maar Hondius is ook een grote naam. En zo zijn er nog een aantal grote en kleinere en nog kleinere namen. Dus het stikte hier van de uitgevers, kaartuitgevers, atlasuitgevers in 17e eeuw Amsterdam. We hebben dus voor een keertje niet Blauw, maar is Hondius als voorbeeld gekozen. Blauw zit wel in het handboek naast zoveel anderen. Nog eens kijken of er nog vragen zijn. Ja, het laatste voorbeeld is versneden.
Dat is om te bewaren. Maar de functie van wandkaart is dan verloren? Vraagteken. Ja, de functie is verloren. Het is, de kaarten zijn bedoeld inderdaad met de intentie om te bewonderen, om op te hangen. Maar verloren gaan zou ik misschien niet zeggen, omdat het was ook een manier om kaarten heel groot te maken, om een heel groot formaat te realiseren. En er is ook bijvoorbeeld een voorbeeld van, zo zijn er enkele reuzenatlassen gemaakt, puur bestaande uit hele grote wandkaarten. Nou ja, die werden ook niet opgehangen, maar dat was wel een manier om hele grote kaarten, monumentaal en heel indrukwekkend, te laten zien als een soort van, ja, als een soort vorm van uiterlijk vertoon. Dus wandkaart is misschien inderdaad een beetje een kort door de bocht begrip. Had ook andere verschijningsvormen. Ja, misschien, ja, dit was bedoeld als wandkaart, maar het was dan aan de gebruiker, van de koper, van de verzamelaar, om te beslissen wat hij ermee deed. Hè. Als hij het als wandkaart wou gebruiken, dan hing hij het aan de muur. Maar als hij het op een andere manier wou gebruiken, zoals hier het geval is, dan versneed hij de kaart en stopte die in een boekband. En dat gaat maar door. Hè. Ook als wij vandaag zouden beslissen om die terug als wandkaart te gaan gebruiken, wat we vooral de duidelijkheid niet gaan doen. Maar dan wordt het dus terug een wandkaart. Dus in die zin is eigenlijk de geschiedenis van zo'n kaart nooit af. Hè. Die gaat verder. Ja. Nog eens kijken naar andere vraag. Hebben jullie ook kaarten op puzzels die voor het onderwijs zijn gebruikt? Een beetje hetzelfde antwoord als hiernet. Hè. Dus er zijn allerlei kaarten in onze collectie waar de intentie was van de uitgever of de kaartenmaker dat die voor het onderwijs zijn gebruikt. Maar je moet dan eigenlijk kaart per kaart concreet gaan nagaan van of ze ooit daadwerkelijk voor dat onderwijs zijn gebruikt. Het feit dat ze bij ons in de collectie zitten is meestal een teken dat ze toch via andere weg wellicht, bijvoorbeeld via het KNAG, bij ons zijn gekomen. Maar het kan, je moet het eigenlijk geval per geval gaan nagaan. En dat is iets wat niet eenvoudig is, want zoals heel vaak hebben wij vooral de documenten zelf en veel minder de contextuele informatie er rond. Dus dat is eigenlijk een zoektocht die kaarthistorici zoals wij vaak moeten ondernemen om in archieven in allerlei andere bronnen te gaan duiken en na te gaan van ja, wat is er nu eigenlijk ooit allemaal met die kaarten gebeurd. Gaan we nog een laatste. Waar haalde Hondius zijn gegevens van zijn kaarten vandaan? Nou, Hondius is in dit geval wel een bijzonder geval, omdat hij de koperplaten van Mercator had weten over te kopen. Dus een groot deel is gebaseerd op Mercator, maar al snel vulden die dat ook aan met ander materiaal, want er waren genoeg cartografen en landmeters actief in die tijd. Wilde jij nog iets aan toevoegen? Ja, de werkwijzen waren ook zeer verschillend. Hè. Het was een commercieel ingestelde uitgever, dus die zocht hun materiaal waar ze het konden vinden. Dus inderdaad door overname van andermans informatie of koperplaat of kaart, of door contacten te leggen. Dus het is voor kaart per kaart eigenlijk verschillend. Maar ze dachten commercieel, dus hun bedoeling was natuurlijk vooral om winst te maken. Dus hun businessmodel was zo dat ze natuurlijk minder moesten investeren en er meer aan moesten verdienen. Dus dat was voor Hondius en voor zoveel andere mensen uit die periode en ook vandaag trouwens de dag het geval. Een plagiaat werd erbij niet doorgestroomd. Nee, inderdaad. Ik denk dat wij klaar zijn. Dus bedankt voor alle vragen, bedankt voor de interesse, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen namens Allard Pierson graag tot een volgende lunchlezing volgende week donderdag. Of welkom hier op de kaartenzaal of elders binnen Allard Pierson. Tot ziens.